good, papies en papinnen. Het is Calvijn, a.k.a. goedkope content, man. Als er iets is wat ik in 2019 geleerd heb, is het het feit dat goede, veelbekeken content niet per se veel geld hoeft te kosten. Laat staan, veel tijd te kosten. Dat gaan we vandaag doen. Namelijk, we gaan lekker reageren op iets. Jazeker! Mocht je nou nog niet weten wie ik ben, wat ik doe of waar ik voor sta, abonneer dan even op mijn kanaal. Dat doe je door op abonneren te klikken. En als je dan toch bezig bent, volg me even op Instagram, want daar plaats ik foto's zoals dit, dit en ook dit. Oké, dat was een grapje. Maar wel dit. Goed, het is je goedkope content, man. Wederom, soms maak ik dingen die veel te veel geld kosten. Vijf vrienden. 13 opdrachten. Ik heb iets, jongens. Ik heb een opdracht. En soms maak ik dingen die vrijwel geen geld kosten. Ik dacht, ik bel je eventjes. Ben je nou even klaar aan het doen? Ja, ik ben aan het filmen. Ik dacht, weet je, laat ik je eens even totaal onverwachts bellen. Vandaag is het weer zo'n dag dat ik in januari leef en bijna op vakantie ga. En dat mijn productieteam zegt: Kelvin, je moet nog wel even dit filmen en dit en dit. Want voor je weggaat, moet alles gefilmd zijn zodat je op vakantie lekker op vakantie kan. En dat je geen echt gezegd hebt, je moet checken, helemaal niet bepalen wat ik aan het doen. Ik maak iets simpels, namelijk je moeder. Doe eens normaal, man. Het tweede seizoen van Je Moeder is begonnen. Het is toch wel het meest ongemakkelijke wat er ooit gemaakt is op internet. Dus ik ga jullie wat zeggen. Er zijn een paar YouTubers die reageren op deze MTV Je Moeder shit en zeggen: oh, dit is het meest crazy ooit. Oh, dit is echt doucheputje van de contentwereld in Nederland. Laat me jullie één ding vertellen. Mummers don't fucking lie. Snolle bollekes is ook herrie. En toch verkopen ze stadions uit. Numbers don't fucking lie, mensen. Esmee versus Jamesha. Nee, hier zijn twee geile wijven die elkaar gaan dissen. Zij ziet eruit als iemand in een Ronnie Flex clip. Check even. Ik zei het jullie. Mijn naam is Noah Joy en vanavond gaan twee influencers elkaar murderen. Hier. In deze arena. Oké, Noah Joy. Presentatieteksten opnoemen. Met daadkrachtige stemgeluiden. Hier en handgebaren. Yeah. Noah, I love you, maar dat weet je. Shoutout Kaapstad, 4 jaar geleden. Wat gaan we vandaag doen? Lekker surfboarden. Wat? Surfboarden? Nee. Jamesha, met je fucking irritante accent en je lelijke kroeshaar. Met je lelijke accent? Je moet ABN praten om dat te kunnen zeggen. Je kan niet iemand dissen omdat hij kaal is terwijl je zelf ook kaal bent. Dat kan niet. Boeien, Ruur. Esmee, ik hoop dat uw grapjes beter zijn dan uw wimpers en uw mislukte volgende spoenkop, want ik ga je moeder uithalen. Ik verstond hier echt helemaal geen hond van. Je moeder. Oké, dat verstond ik wel. Je moeder. Je mama. Hierbij mag jullie elkaars moeder volledig de grond intrappen. Kom wat dichterbij, kijk elkaar recht in de ogen aan. Ik voel iets groeien. Ik dacht letterlijk dat de video aan het bufferen was. Maar dit is gewoon... Dit is haar oorbel. Oké. Jouw moeder is zo dik. Toen ze geboren werd, stopte zij niet in de wieg, maar in een afvalkliniek. Als er vandaag één grap tussen zit die ik legit grappig vind, ga ik het gewoon toegeven. Ik ga het gewoon zeggen. Ik ga gewoon eerlijk zijn en zeggen, deze is Fatou. Tot die tijd... Uw ma is zo'n slet en haar kutje is altijd after party. Je kan niet eerst een moeder een slet noemen en dan zelf zo bewegen. Dat... Ik ga vandaag Oscars uitreiken. Ik ga Oscars uitreiken aan de mensen die het allerbeste reageren op deze jokes. En die Oscar goes to... Het meisje in de zwarte broek met een grijze t-shirt. Voor haar prestatie, stop vooral die armbeweging. Hier, deze. Oh ja. Jouw moeder heeft zoveel lichaamshaar. Van haar kuthaar kan je heel dik in Afrika breien. Nee, het is gewoon niet best. Esmee, pijs dat uw ma de verkeerde bestelling heeft gedaan bij Bofrost. Een bok chocola met aanbijen. Oké, ik stond niet eens wat ze zei. Ik zag alleen een akka. Dikke akka, veel grip. Een bok chocola met aanbijen. Ze heeft wel een decadent pakje aan. Dat is keurig. Die is goed opgevoed, kan ik je vertellen. Voor naar de tweede ronde. En lieve Shanna, wat gaan we doen in ronde 2? Persoonlijke ronde. Ik hoop dat jullie elkaar een beetje heel laten, meiden. Jamesha,
Jij hebt zo'n kut accent dat zelfs je eigen familie je niet eens kan verstaan. Echt jongen, als ik deze grappen zou maken bij mijn vrienden, zouden ze me gewoon uitlachen. Ze zouden niet eens onder de indruk zijn, überhaupt. Gewoon nooit niet. De comments zijn natuurlijk overweldigend. Ik voel mijn hersencellen doodgaan als ik hier naar kijk. Wat krijg je als je kanker plat Nederlands uitspreekt? Hetzelfde als deze show. Nice. Grap van Roentvoen gejat. Roveren in het Engels. To kanker. Is goed. Oh. Oh. Misha, je zit zo vol met plastic. Als ze jou cremeren, zit er nog een gat in de ozonlaag. Oké, je hoeft niet te schreeuwen. Ik versta je wel. Het is niet dat je grap beter aankomt als je loopt te schreeuwen. De allerlaatste ronde waarin ze één totale destroyende grap maken. De knockout ronde om iemand compleet KO te slaan. Damisha, jij bent zo'n slet. Voor jou is een romantisch etentje gewoon het zaad doorslikken. Ik heb daar een uur zitten kokhalzen en wegspoelen. Is mee. Uw ma, haar kut, stinkt zo vreed dat er niet één, maar twee viswijven zijn uitgekomen. Hier staat echt de allerbeste figurant ooit. Check dit. Deze jongen in zijn witte shirt is de absolute winnaar van vandaag. Kijk dit. Hij staat erbij alsof hij er niet eens bij je hoort. Dit is gewoon een gast die eigenlijk op de 5 HAVO zou moeten zitten. Maar per ongeluk krijgen ze pauze ergens anders belanden. Twee zijn uitgekomen. Kijk hem. Oh, hij weet. Oké, wacht. Ik ga meedoen. Ja, ik ga meedoen. Ja. Ik ga er tussen. Ja. Heel nice. Nu is het niet meer leuk, dus ik ga iets anders bekijken. Namelijk Izzel versus UFO Ivo. Met de X-28. Let's do this. Mijn naam is Noah Joy en vanavond gaan twee influencers elkaar murderen. Oh, het is altijd dezelfde intro. Vandaag is het oorlog, want jij bent de oorzaak dat we vandaag een orgie zetten met je mama, je moeder. Yo Ivo, waar ben je? Hè? Ik heb gehoord je roddelt over me, je praat achter mijn rug. Ik ben hier, ik wacht op je en ik ga je kapot maken. Je moeder. En aan de andere kant, iemand die ook Turks lijkt, maar hij is het niet. En hij is ook niet buitenaards. Calvin, hij lijkt Scandinavisch, maar hij is het niet. En hij is ook niet buitenaards. Doesn't make any sense. Het is UFO Ivo! Ik wil dat jullie elkaar helemaal kapot maken met de beste jokes die jullie ooit in je leven hebben gemaakt. Oké, is goed. Laten we het gaan doen voor de show. Yeah. Als je zo praat en je voegt er een Limburgs accent aan toe, dan begin je als rapper Sjors te klinken op deze manier. Laten we het gaan doen. Let's go. Yeah. Jullie is zo fucking lelijk. Op dates swipe een man af van tafel. Lichaamstaal. Fucking lekker. Jouw moeder is zo lelijk, mensen swipen haar van tafel. Je moeder is zo'n slet dat op haar schaam haar welkom staat en op haar rug haar tot ziens. Oké, die vond ik wel leuk. Nice. Schrijvers van Comedy Central, MTV. Nice. Nou kijk, weet je wat het is? Je moedergrappen zijn eigenlijk helemaal niet echt heel erg tof ofzo. Want je kan je moeder gewoon altijd dik noemen en dan er iets bijvoegen waardoor ze nog dikker lijkt en dan heb je een dis. Even het levende bewijs. Jouw moeder is zo dik, toen ze werd geboren hebben ze 10 wiegen aan elkaar geplakt en hebben ze haar daarin gelegd. Jouw moeder is zo dik, als ze gaat voetballen hebben ze gewoon 10 voetbalvelden nodig. Jouw moeder is zo dik. Achter in de auto kreeg ze vroeger geen kinderzitje, maar een kinderbankje. Als mijn wesp jouw moeder zou prikken, zou hij gelijk sterven aan een soa. Jouw oren zijn zo groot. In de Bijlmer worden ze gebruikt als satellietschotel. We hebben hier nog twee oude mannen die het tegen elkaar doen. Daniel Lippens en King Alert. Nou, dat wordt smullen hoor. Heeft u ook sambal bij? Sambal erbij. Daniel Lippens, take it away. Eerste ronde is voor jou. Daniel Lippens is zo wit hier. Ik ben zelf ook, mag het zeggen. Oké, okay? I'm white as fuck. Maar deze is heftig. Paul, jouw moeder is zo lelijk. De vibrator blijft niet eens stijf. Waarom heb ik het idee dat als ik naar hem kijk, dat ik gewoon naar een video van Stuk TV aan het kijken ben? En jullie dan? Beetje zonder mij jachtseizoen spelen op Curaçao? Nou, ik maakte mijn eigen feestje wel weer van. Jouw moeder stinkt zo erg. Ze is de mascotte voor de Nederlandse vismarkt. Eerlijk, ze ziet er wel knap uit. Schijnlijk zijn allemaal Temptation mensen die nu zeggen... Oh nee, zij is echt stom bij. Maar ja, ze mag er nog wel mooi uitzien. Zo, jullie zijn echt te oud voor dit.
Ga weer lekker radio maken of in je keuken roddelen over YouTubers. Maar dit is niet de bedoeling, jongens. Jouw moeder is zo dik, als zij een Uber bestelt, komt er een olietanker. Dat bedoel ik dus. Dat is gewoon die dik grap. Kun je met alles doen. Deze guy die hier achter staat. Ja, hij krijgt van mij een Oscar. Gewoon omdat hij er fucking ongezond uitziet. 10 jaar een relatie, hè? 10 jaar is heel erg lang. Is dat lang, 10 jaar? Ja, ja, ja. Maar hoe lang gaan die laptops wel niet mee dan? Hé! Hey. Nee, dit moet je. Ik ga hier echt een gifje van maken. Ik wil dit echt in gifjes vorm. Hier, dit. Paul! King Alert, zo fout. Knock-out ronde, kijk elkaar nog 1 keertje aan, want die Daniel, wat heb je ook aan, maat? Ja, je kan goed radio maken, maar ik snap gewoon de vibe van deze 2 mannen niet. En ik weet ook dat het hartstikke donker begint te worden in deze woonkamer, dus ik moet er zo mee kappen, maar ik snap... Ik ben nog steeds goedkope content, man, oké? Okay? Okay. De ultieme genadeklap, de allerlaatste grap. Ik verwacht er onwijs veel van. Daniel, jij hebt ambities uiteindelijk om voor de televisie te werken, toch? Ooit? Dat heb ik hier uitsproken. Ja. Mag je 1 tip geven dan, met je luie oog? Leer eerst recht in de camera te kijken. Oh. Hallo, ik sta hier! Damn, these things are fast. Daniel, jouw KO-grap. De grap van Daniel. Paul, je scheldt zoveel in je YouTube-filmpjes... dat mensen zich afvragen of je gek aan het worden bent. Wow, yeah! Woo, sick! Kom nog iets achterna. Geen zorg. Onterecht. Je wordt gewoon dement, ouwe klootzak. Mama, als je dit kijkt... I love you.